like challenge. Like deze video sneller dan dat ik een running head pak. Like challenge begint. We moeten rennen vandaag. In het spel moet ik hier naar beneden, via de ladder omhoog en dan weer naar beneden. En dan zit ik in een soort van dolf en hier moet ik ontsnappen aan een hoofd. Oké. Oh, doet. Oké, luister. Ik heb dit spel nog nooit eerder gespeeld. Waarom? Oké, dat zijn er 4. Dat is meer dan 3. En 2 keer zoveel als 2. Het is 4 keer 1. Oké, ik ben hier niet om rekenles te geven. Vandaag speel ik het Running Head spel. En het is letterlijk een spel waarbij je moet wegrennen voor... Leuk dat je er bent, man. Ik heb je echt gemist. Eigenlijk niet. Kan je niet eens doen. Laten we het rust doen. We moeten wegrennen voor deze... Ik vind het ook zo mooi hoe ze gewoon achter een muurtje zo aan het schiemen zijn. Van wanneer ze achter ons aan kunnen rennen. Dude, ik heb het denk ik gehaald. Ho! Wacht even. Jij bent groot, gast. En al jouw ukkie-pukkies, die zitten daar. Die vielen me lastig. Wacht, kan ik niet iets kopen of zo? Wat is dit? Oh, dat zijn dansjes. Waarom zou ik dansjes willen hebben, gast? Ik weet het goed gemaakt. Ik ga gewoon heel voorzichtig langs jou... Oké, dat was geen optie. Ik vind dat ik het heb gehaald, dus we gaan naar level 2. En in level 2 hebben we deuren. En als we de verkeerde deur kiezen, dan hebben we zo'n gigantisch groot hoofd wat ons een kus wil geven. Waarschijnlijk geen kus, waarschijnlijk wil hij ons opeten. Oké, we kunnen nu door deze doorheen. Dit is sowieso de juiste, want er was geen andere volgens mij. Zeg maar, je kent dat wel, right? Dat je zeg maar samen met iemand... Ik zie je wel hoor. Je kunt daar wel staan. Ik heb je gewoon door. Oké. Je kent dat toch wel? Als je samen met iemand dezelfde kamer inloopt op hetzelfde moment. Maar er zit bijvoorbeeld een muurtje waardoor je die persoon niet ziet aanlopen. En dat je dan zo bent van... Huh! Alsof je een monster ziet. Terwijl misschien ben je wel verliefd op die persoon of zo. Maar het is gewoon echt... Je vindt het super eng. Oké, wacht even. Ja, Oké, luister. Ik vind het niet leuk meer. Het voelt alsof ik aan het zingen ben. Ik wil niet meer. Ik ben boos. Ik ben echt boos. Ik vind het niet leuk. Oh my gosh. Oké, luister. Dit is een makkelijk stuk. Je gaat gewoon naar rechts. Je gaat gewoon naar links. Alleen hier. Wat moet ik hier doen? Of moeten we hier langs? Ja, come on, dude. Een dolf is zo makkelijk. Maar wat dacht je van een dolf met gigantische grote hoofden die je willen opeten? Dat is een van de moeilijkste dingen ter wereld. Kan ik hier door? Het is eigenlijk letterlijk gewoon een dolf. Alleen... Ik weet niet, het heeft wel iets schattigs of zo, maar het heeft ook wel zoiets van... Hey, ik wil je ziel eten. Dus het is een beetje dubbel. Het is een beetje dubbel. Maar soms heb je dat toch? Sommige dingen zijn dubbel gelaagd. Oké. Yes, ik heb het gehaald. Maar wacht, heb ik dan de eerste stage überhaupt wel gehaald? Volgens mij heb ik dan de eerste stage niet gehaald. Want daar zag ik geen muntje of je hebt gewonnen of zo. Wat is dit? Waarom geeft deze dude licht? Oké. Nooit te lang naar iemand zijn hoofd kijken. Dat is de wijze les van vandaag. Oh, wacht. Voor 90 munten kunnen wij veranderen in hem. Goeie deal, bro. Dus als het goed is... Dude, ik ben een running head. Maar wacht, vallen ze me dan nu ook lastig? Of doen ze nu niks? Oh, ik zit op een draaimolen. We zijn in ieder geval een running head. Dus als het goed is, kunnen we nu een beetje soort van infiltreren en hebben ze niks door. Alleen... Heeft hij iets door? Oké, ik mag er alsnog niet tegenaan lopen. Of... Nee, het maakt niet uit. Oh, ik kan nu letterlijk niet afgaan. Maar weet je wat? Dit is natuurlijk niet hoe het hoort, want wij zijn een speler. Dus ik ga het weer als speler proberen. En... Dat is ook letterlijk het enige wat je kunt doen wanneer je dat enge hoofd ziet. Gewoon geluidseffecten maken. Oké, we kunnen hier doorheen. Volgens mij ga ik de goede kant op, right? Ik ben sowieso echt mega slecht in een dolf. Ik kan letterlijk de weg nog kwijtraken op een toilet. Serieus. Dus ik weet nu niet of dit de goede of de foute kant is. Oh, snap. Ik zie je wel, gast. Oh my gosh. Oh, dit zijn er een hele hoop. Oh nee, wacht. Dit is het begin weer. Maar ik kan wel deze kant op. En er zit er weer één achter de muur verstopt. Oh! Dit spel heeft echt een goede combinatie van mega eng en minder eng. Dus het is heel avontuurlijk, omdat het gewoon lekker... Het is dag, je bent aan het rennen, je moet de weg vinden. Maar ondertussen zit dat hoofd achter je, waardoor het echt zo is van... Hey, is dit een horrorfilm? Ah, wacht. Ik denk dat ik de goede kant heb gevonden. Volgens mij moet ik hier nu omhoog. En we hebben in ieder geval een checkpoint. Waarom sta jij stil? Wat doe jij? Hoor jij bij hun? Nee, vast niet. Als je bij hun wil horen, dan moet je er zoals hun uitzien. En dat kost 100 munten. Dat hebben wij net gedaan. Slechtste aankoop ooit. Zeg maar, het is wel leuk. Alleen, je kunt er niet echt zoveel mee. Want om bij spelers te komen, moet je letterlijk wachten tot zij naar jou komen. Oké, volgens mij ga ik goed nu. Ik vind het ook zo zielig soms dat hij dan in zijn eentje op een soort van draaimolen zit. Dude, wil je vrienden zijn? Nee, sorry. Ik wil geen vrienden zijn. Oh my gosh, nee. Oké, we gaan hierin. En dan zie ik er, als het goed is, hier één achter de muur. Ik zie een schaduw. Oké, dus het kan ook een speler zijn, maar het is geen speler. Het is geen speler. Oké, hier hebben we weer een checkpoint. Wauw, de mappen worden moeilijker volgens mij. Ik heb letterlijk gezien hoe iemand werd ingemaakt. Oh, er zitten er 2 tegelijk achter me aan en ik heb totaal geen speling. Speling, ruimte. Oh my gosh, oké, nu wordt het heel erg lastig. Oké, come on. Gewoon blijven springen zoals je dat ook doet wanneer je geen zin meer hebt in je oma. 3, 2, 1. Yes! Oh,
Ik dacht even dat ik naar beneden viel op het laatste moment. Dat heb ik in obby's zo vaak gehad. Maar yes! Volgende level. En we hebben gelijk alweer een running head. Nee, we gaan hem niet uitdagen. Want hij heeft natuurlijk best wel veel broeders. Gast, dat is de allergrootste running head die ik ooit heb gezien. Wat soort van best wel logisch is, want vandaag is de eerste keer dat ik überhaupt de eerste running head zag. Dus wat kan ik zeggen? Oké, we gaan snel omhoog. Was dit letterlijk gewoon heel het level of niet? Of is dit een heel ander soort parcoursachtig? Ah nee, we moeten kiezen. Oké, ik ga voor de derde deur. Ik ga extra veel moeite doen om naar de... Oh, ik krijg er echt kriebels van gewoon. Ik vind het, nou niet omdat ik verliefd ben trouwens. Zeg maar niet van, oh, I love you, dat is zo mooi. Maar meer van, ik vind het gewoon creepy. Oké, welke kant gaan we op? Deze kant? Prima. Deze kant? Helemaal goed. Oeh, een deur. Ik vind het echt leuk om deuren te openen. Ik zeg maar, als dat een beroep zou zijn, professioneel deuren opener, dan, I don't know, ik zou dat best wel willen doen. Gewoon de hele dag deuren openen. Oh, oh nee. Dude, dat is zo gemeen. Hoe moest ik dat nou weer weten? Wat? Door na te denken. Maar daar doe ik niet aan. Oké, ik zie er daar één. En hij is niet leuk. Oh, dit is zo eng. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga deze kant op. Ik ga deze kant langs. Ik ga naar rechts. Ik heb het gehaald. Oh, deze was, makkelijk. Mijn doel is natuurlijk om dit uit te spelen. Uh-oh. Je ziet ze zeg maar wel. Oh, nee, wacht. Ik kon daar volgens mij in. Uh-oh. Uh-oh. Oh, nee. Sorry, meisje. Sorry, maar ja, laat maar, ik hoef niet uit te leggen. Dit is een spel wat eigenlijk geen uitleg nodig heeft. Simpelweg omdat je kunt geen uitleg geven bij dit spel. Wacht, kun je op hun hoofd springen? Zag ik dat nou goed? Wacht, wat? Wow. Volgens mij heb ik zojuist een manier gevonden, of eigenlijk niet ik. Ik zag iemand anders het doen, maar dit werkt. Je kunt gewoon over hun hoofd heen springen. Ja, maar dat maakt het wel heel anders eigenlijk, want dan is het op zich minder moeilijk. Oh, er komen er nu 3 tegelijk. Woppen, woppen. Ja, come on, dude. Ik vind het jammer dat ik niet bovenop een dolf terecht kan komen. I know, dat zou vals spelen zijn, maar het zou wel werken. En dan ren ik hier overheen, denk ik. Is dat goed? Meestal als je ergens overheen moet, of als je een checkpoint ziet, dan sowieso. Maar dan zit je goed. Dus ik denk dat ik nu goed zit. Ook omdat ik al een vrij lang stuk rond... Oh, er zitten er 2 achter die muur. Wop, oké, sorry. Nee, wacht, ik wilde echt deze kant op. Wacht even. Oh, dude, je maakt een grap, toch? Oké, luister, nu ben ik echt heel bang. Ik zie daar een gigantische... Oh, nee! Ik ben echt boze. Oké, gelukkig mag ik hier weer... Dat is echt heel gemeen, want het lijkt op een muntje, maar... nee, nee, ik wou het muntje nog een keer pakken. Oké, we weten nu dat het geen echt muntje is. Oké, wat kunnen we hier doen? Is dit echt? Dit ziet er echt uit. Oh, er zitten er zoveel daaronder, hè. Oké, wacht. Oh... Oké, luister, er is 1 pad wat niet gebroken is. En daarnaast is een pad met barsten erin. Het zou logisch zijn dat die rechter dus onveilig is. Maar juist daarom denk ik dat hij veilig is. Goeie uitleg, Job. Goeie uitleg met een slechte uitkomst. Zeg maar, in veel games, vooral in Roblox, heb je dat. Dat ze je proberen het idee te geven van dit is makkelijk. Maar dan is het eigenlijk... Ja, dan is het eigenlijk helemaal niet makkelijk. Maar nu was het wel gewoon wat het leek. Oké, dus we moeten... Ja, ah, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Wat gemeen. Wat flauw. Kikker in je mouw. Hey, we hebben het gehaald. Ah, je maakt een grap. Oké, nu begint het wel meer op een horrorfilm te lijken. Ik bedoel, check dit. Oh, kapot eng. Oh, dat is zo naar. Oké, ik weet dus in ieder geval dat we deze kant moeten hebben. Oh, dit is echt niet leuk. Dit is echt niet leuk. Job, waarom speel je dan verder? Omdat ik het leuk vind. Dus eigenlijk heb je dat ook met enge films en zo. Maar je vindt het eng. Maar dat zegt niet dat je het niet leuk vindt of zo. Het is spannend. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon... Oh, dat is gewoon cool. Oh my gosh. Oké, ik heb misschien een beetje mijn broek geplast. Oké, ja. Cool. Je weet wat ik bedoel. Oké, wacht. Volgens mij doen we het best wel goed. Ja, aan de kant jij doet. Aan de kant jij doet. Ik wil niet met je praten. Ik wil niet met je praten vandaag. Vandaag is het anti-praten met een random hoofddag. Serieus, een echt bestaande dag, hè? Anti-praten met een random hoofddag is een zeer geliefde dag in Hawaii. Ik weet niet waar. Oepsakee. Hierin. En dan volgens mij moeten we eentje overslaan. En dan moeten we juist hierin. Dat leek mij handig. Wauw. Oké. Dude, wat is dit? Gast, dit is eng. Oké, dit voelt wel als een laatste level. Ik weet niet of ik de enige ben, maar dit voelt wel alsof we op het punt staan om het echt te hebben gehaald. Wanneer die gasten blazen, moeten we er dus niet langs heen. En wanneer ze niet blazen, 3 keer raden, moeten we er wel langs heen. Oké, ze stoppen met blazen, dus ik kan er langs. In obby's heb ik meestal niet zoveel geduld. En dat is veelal de reden waarom ik afga. Oké, we hebben een checkpoint, dus eigenlijk maakt het hier niet zo heel veel uit. Oké, dat was pittig naar trouwens. Oké, we hebben hier weer een checkpoint. En hey, ze kunnen zwemmen. Jullie hebben je zwemdiploma. Wat goed. Nou, jullie geef ik ook nooit meer een complimentje. Ik probeerde aardig te zijn, Mr. Hoofd. Mag ik zelf ook zwemmen of niet? Oh, ik mag zelf ook zwemmen. Maar dat is dan toch best wel easy, soort van. Ik dacht dat dat niet mocht. Heb ik het gehaald? Ah, nee, dit ziet er niet uit. Wacht even, zie ik er daar nou één met armen en benen? Gast, dat haalt heel het concept van het spel weg. Ja, kijk dan, wat? Of nou, aan de andere kant, het is nog steeds een running head. Alleen, hij heeft nu armen en benen. Oh, dat is nog enger dan zonder, zeg maar. Oké, hebben we het gehaald? Oh, nee. Come on, waarom is dit spel zo lastig? Oké, gewoon oppassen. Niet geraakt worden. Soms is het heel makkelijk om uit te leggen wat de regels zijn. Maar is het heel lastig om ze na te leven? 3, 2, 1, yes. En als het goed is, hebben we hier een checkpoint.
iedere keer dat ik denk, oh, sommige zijn bevroren. Nu heb je letterlijk brain freeze. Snap je hem? Het is een hoofd. Het is eigenlijk niet meer dan een hoofd met een brein. Dus ik vond het wel een soort van op zijn plek. Nee, niet grappig. Oké, sorry. Sorry, het swipen. Oh, oké. Okay. Misschien moet ik gewoon in één rechte lijn glijden. Misschien helpt dat. Oh, snap. Oké, wacht. Wacht. Oh, die mag je ook niet aanraken. De ijsblokjes zijn verboden terrein. Oh. Oeps, oké. Oké, wacht. Oh, dit werkt. Nee, oké, wacht. Voorzichtig. 3, 2, 1, spring. Oh. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat ik het spel heb uitgespeeld. Volgens mij nog niet. Volgens mij moet ik nog een klein stukje er tegenaan gaan. Nee, maar dit is sowieso het laatste level, right? In de meeste games staat vuur en lava en mijn oma voor het komen van een eindbaas. En een eindbaas staat voor... afgaan. Nee, een eindbaas staat voor het afsluiten van een spel. Of in ieder geval een laatste battle, weet je wel, met een hoop spanning. Waarschijnlijk ga ik dit niet halen, of wel? Oké, ik ga het wel halen. Oh, snapperoni. Oh, hierbij hebben ze geen checkpoints. Ik zie het nu pas. Hierbij hebben ze letterlijk geen checkpoints. Oh, dat is zo naar. Oh, deze moet je in één keer halen. Ah, hier is wel een checkpoint, gelukkig maar. Ik wou wel zeggen, dit was anders wel heel erg lastig geweest. Aan de kant doet. Oh, die muren duwen mij. Waarom moeten jullie duwen? Jullie heten geen duwen, jullie heten muren. Nou ja, meer van jullie doel is om een muur te zijn, stil te staan. En niet om ineens naar voren te schuiven op het moment dat het iemand niet uitkomt. Als ik nou een plekje in mijn agenda heb, dan kunnen we er wel een muurdag van maken. En dan mag je duwen, maar ik heb geen idee wat ik zeg. Oké, come on, doe het. Waarschijnlijk is dit het laatste stukje. Het voelt in ieder geval alsof ik het spel bijna heb gehaald. En ik vind het best wel geinig, want ik zag dit spel al een paar keer staan op de Roblox pagina. Maar iedere keer was het zo van, hè? Waarom? Gewoon, wat is dit? Een hoofd? Oké. Maar nu ik het aan het spelen ben, is op zich best wel funny. Wacht even, doe het. Volgens mij, en ik weet het niet zeker, maar is dat de allergrootste tot nu toe? Oh, doe het. Oh, snapperoni. En nu moeten we heel snel zijn, willen we dat platform nog halen. Hopsakee. Ja, ik weet bijna zeker dat ik hem heb gehaald zo direct. Tenminste, 99% zeker. Ik bedoel, dit is level 9. Dus het zou ook wel weer logisch zijn als er nog een level 10... Dit is level 9, toch? Ik kan het niet zien, maar volgens mij is het level 9. Dus een level 10 zou ook wel weer een soort van logisch zijn, right? Oh, die hoofden worden ook steeds groter. Oké, we mogen een kanon kiezen. Nummer 1, 2 of 3. Nou, weet je, ik loop gewoon rechtdoor en ik neem de tweede. Oeh. Oh. Oh. Ja, nice. Nou, in dat geval neem ik de derde. 3, 2, 1. Ja, dat is de... Oké, in dat geval neem ik de eerste. En ik hou mijn handen van het toetsenbord, zodat ik het niet zelf kan... Mijn hoofd zit er alleen in. Oké, let's do this. En... Yes! Oh nee, ik zei het, hè. Ik zei het. Er komt nog een eindbaas. Oh, oké. Oh, we werken allemaal samen. We werken letterlijk allemaal samen tegen de eindbaas. Het zijn honderden spelers tegen één running head. Oh, dit is zo creepy. Oké, we zijn allemaal dingen op hem aan het afvuren. En als we hem hebben verslagen, dan hebben we het spel uitgespeeld. Come on, aan de kant, dude. Je bent niet aardig. Ik ben aardig. Tenminste, ik ben degene die op jou schiet, dus eigenlijk ook niet. Maar ik probeer aardig te zijn, oké? Als je niet de hele dag achter me als we zitten met je rennende hoofden, dan was ik aardiger geweest. Oké, waarschijnlijk hebben we hem. Ja, ja. Yes! Oh, we hebben het spel uitgespeeld. Wauw, pepperoni met kruidenkaas. Oh, ik ben af of niet? Oh, nee, ik word meegenomen! Nee, nee, nee! Oh, oh. Laat me los, laat me los, laat me los, laat me los! Mag ik wel weer meedoen? Want ik wil weten wat er hierna gebeurt. Oh, dude! Oké, ik mag gelukkig wel weer meedoen. Ik blijf gewoon hier aan de zijkant staan. Oh, we maken hem in. Kom op, nog een paar keer. Nog een paar keer. 5, 4, 3, 2... Als er nu nog eentje komt, eet ik mijn mouw op. Zijn we klaar? Zijn we klaar? Oh my god. dit spel, hè. Dit spel is echt... Oh ja, mijn mouwen. Ah, ja. Ik heb zout nodig. Hey, zeg maar, het is leuk, maar aan de ene kant is ook alweer... Het is een climax en een anticlimax. Want je verwacht eigenlijk dat als je een eindbaas inmaakt, dat je een trofee krijgt. En... Maar het is ook alweer een climax, want het is zo van... Hé, hey, we zijn nog steeds niet klaar. Er is nog steeds een missie. En je doet ze niet in je eentje. Dus het is een soort van... Het is gezellig, weet je. Met z'n allen even... Leuk uitje. Laat me met rust, schat. Ik heb niks gedaan. Ja, oké, ik schiet op je met raketten. Maar dat is toch maar gewoon een klein dingetje. Daar hoef je niet boos om te worden. 3, 2, 1. Luister, ik heb het gevoel dat er nu nog een eindbaas gaat komen. Of heb ik het nu ineens wel fout? Er komt er nog één, hè. Komt er nog één? Komt er nog één? Oh my gosh. Oh my... Dit is hem, hè. Dit is de echte eindbaas. Dit moet de echte eindbaas zijn. Like, legit. Dit is letterlijk wat de hele video achter ons aan heeft gezeten. Namelijk zo'n groot hoofd. Alleen deze keer is het de allergrootste van allemaal. Dit zou een perfecte eindbaas zijn. Oké, we gaan hem inmaken. Ik weet het zeker. En wat vuurt hij eigenlijk af voor dingen? Zijn dat een soort van skittles of zo? Of orbies? Niet alles wat kleurrijk en rond is zijn skittles of orbies, Job. Ik weet het, maar het leek er even op. Oké, we hebben hem bijna. We hebben hem legit bijna. 3, 2, 1... Waarom gaat hij niet af? Hij is af, toch?
We hebben hem. Ah, gast, ga weg. Ik kap ermee. Nee, ik kap ermee. Ik vind dat we hem hebben. We zijn klaar. We hebben hem ingemaakt. Dat was mijn doel. Ik ga niet 20 eindbazen verslaan. Ik moet ook nog met mijn oma praten. Dat is ook een eindbaas. Dus het is goed zo. Abonneer voor meer en adios.